Ben jij er? Mooi. Mooi. Ben je er ook weer bij? Hè? Ja, ik ben er ook bij. Ja, Aike en Gert vanuit Veleveen dit keer. Mijn dorp. Veleveen bestaat langer dan 100 jaar, maar de verenigingsleven bestaat dit jaar 100 jaar. Of dat met corona te maken heeft, maar nou, soms wiekt het wel eens wat af. Maar ze vieren die feest. En nog een wimpie. En nou alleen dat natuurlijk. Veleveen is een dorp. Ja, wat eigenlijk ontstaan is door de vervening. Hè? Door maar vele veen, ook twee keer veen in zich. Dat is natuurlijk al op zich mooi. Een lintgemeente is het worden, dus mensen zo, dus dat kunnen horen. En dat soort dorp natuurlijk ook. Nou, dat betekent natuurlijk dat er een iets groter is. Dat met schepen natuurlijk opvoer werd of aanvoer werd. En dat mag natuurlijk dit gebied hier ook zo te bekend om. Veleveen met zo'n beetje 600 inwoners en ongeveer zo'n 1254. Huzons, hè? Huzons, hè? Ja. Ja, dan zeg ik, ja, dat zal hetzelfde wezen als woning. Maar ja, dat kan natuurlijk meer als mijn huzon en mijn woning dan. Dus ongeveer zeg maar 1254 volgens de laatste telling van de gemeente. En het betreft de gemeente Westerwolde, zeg ik dat goed? Yes, gemeente Westerwolde. En dat is natuurlijk sinds Poljoor ook weer uitgereurd in het kader van de herindeling. Nou, ik zou zeggen, loopt u mee en wie weet wat we allemaal nog tegenkomen voor leuks. Ik ga je vast voor u. Weddermarken. Mensen met archeologische problemen. Nee, even een geografische probleem. Waar ga je hier? Wij doen de Westerwolde Rijgt. Ja, dat is echt een woord voor die spelletjes. Ja. Westerwolse Rijgt? Rijgt. Er is overal een kraaltje. Er was allerlei toen en beelden en dingen. Dus we hebben net in Frieskelo een cultuurtuin uit met middeleeuwse muziek. Nou ja, dat is niet mijn cup of tea. Maar houd. Nee. Wat mis je dan de middeleeuwse muziek? Oh, dat is heel zwoor. Zo? Ja, ik wist niet aan het opnemen, nee toch? Nee. Ja, dat mag niet zitten. We zitten nu een filter voor je. Maar heb je wel gauw de voorbereid op zo'n lange fietstocht? Want, we zijn nog vanaf half tien bezig. Okay. Dan gaan we even koffie drinken, even wat te bier. Ja. En dan gaan we door kijken. Ze hoort er wel bij, maar ze wilde niet op. Nee. Oh, ze toe, ja, zo mooi, ja. Ja, dat wordt een zek. Nog kappen weer, zou je. Hartstikke schier zit. Ja, succes, hè? Ja, jullie ook. Mooi, mooi. Als we kijken wat er voor feesten down is in Midden Dorp. Goud idee. Zo'n 100 jaar, ze vrienden van alles en nog wat. We zoeken even de mensen op hier. Maar wie hem zelf ook feest, hè? Was dat wel? En wie feest? Ja. Dit is de 24e uitzending van Midden Dorp. Nee, gefeliciteerd. Ja, Ger. Hoe is die naast? Door. Gefeliciteerd, jongen. Toppie, jongen. Met 25 jaar. Ja, nieuwe dorpen of oude dorpen, ja. Of minder, zeg maar gewoon. Ach. Als u nou een aflevering per jaar uit, dan was de 25e jaargang, ja, dat klopt ja. Wel. Mooi, het was zo van een zandje dat we oud worden, denk ik. Ja. Maar dat is zo van nou, ja. Nee, we blijven nog eeuwig jong. Eeuwig dat bedoel jong. Ik, wie wil. Nou, dus hoe heet dit, hè? 25 jaar is een lustrum? Ja, nee, wat lustrum, ik hè? Ja. Oké. Okay. Nou, gefeliciteerd. Doe ook. Van Derby in. Yes. Kijk wat het er nou is. Mooi hè, lunchroom het moment. Nou, het moment wil ik natuurlijk niet meenemen. Is al wat kerken geweest, hè? Of tenminste is nog een kerken, maar niet meer die functie. Dus sinds 1922 dus, is dat dus baar. Dus sinds 2015 is het geen kerk meer. Er is een horecabestemming wordt. Is dat een tapasbar in? En nou, is er gewoon een beetje een drink en zo wat ze nou hier. Leuk hè. Dat is een binking, of er nog iets zegt als een kerk. Ken? Ja. Nog wel een spannend bruggetje. Nou, we mogen binnenkijken. Nou, dat is toch hartstikke leuk, hè? Ja, dacht ik. Oh, het is snel cool. Heerlijk. Kijk, daar is er wel overblijven met een kerk. Het is er cool. Dat is een kerk. Kerk is altijd cool. Dat is wel vuur dan. Hou je hoofd cool? Ja. Nou, aan de werkie. Leuk, ja. Plafond allemaal vaaf. Hier, daar. Hebben jullie zelf vaaf, die plafond, of niet?
Nou, de oorspronkelijke kleur is een beetje ivoorwit. Ah. Dat konden we aan de andere kant van de muur nog zien. Maar voor ons heeft er een tapas in gezeten. Die heeft het plafond blauw geschilderd, donkerblauw. Oh. De muren okergeel en donkerrood. Mm-hmm. Ja, nou, dat vonden wij niet passen bij de lunchroom die wij zijn. Nee, precies. Nou, de muren kon je nog bij, maar het nok is een beetje te hoog. Ja, zeg maar. Ja, het is 6 meter. Ja. Daar moet je wel stijgers voor hebben, ja. 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 Maar uw shirt past er wel mooi bij, is ook in blauw. Ja, dat hebben we zo gekozen dan maar. Ja. Je zit lekker in het open lucht in Veleveen. Nou, dat zie je zeker. Ja. Nou, mooi. Dus het loopt lekker. Gezellig ook. Het doet een gezellig sfeertje aan. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, succes. Ja, dank u wel. Ja, de start en lieve mensen. Op de plek waar Veleveen eigenlijk zijn oorsprong het vond. Maar dit was natuurlijk vroeger, voor 1900 en wat ik veel waar, was het natuurlijk gewoon water. Dit is Grolm. Dit is een samenkomst van de Boelo-Tijdenskanaal, de Mussel-A-kanaal en de Ruiten-A-kanaal. Allemaal uit Grolm. In 1920 gingen ze in die wereld. En ik sta hier op een bijzonder bruggetje. En dat bruggetje is ook een bijzondere noem, en dat is ook in het Grunnigs. En dan moet ik even, maar ik kan niet allemaal zo, zeker een badje, dus dat is eigenlijk zo'n badje. Maar dan zit ik wel er ook een prijsvraag aan verbinden. Nou ja, een prijsvraag, ja, ik heb een prijsvraag van. Dat de brug ook een andere noem heeft. Ja, de Hunhebrug. En dat verwijst naar een automaak. Maar waarom is dat? Nou, dat leek me een leuke vraag. Dus als je het weet, vult hem in op Facebook. En dan kijk ik wel naar de reacties. Maar de badden, was geen badden eigenlijk? Iets met badden, hè? Ja, ik kan het zo snel weer vinden. Wat is dat nou ook alweer? Hoe? Nobersbadden, ja. Nobersbadden. Nou, Nobers, dat kennen we natuurlijk wel. Mooi. 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 Daar ben je natuurlijk buren. Maar badden staat voor brug. Nou ja, dat verzin je natuurlijk nooit, hè? Ik denk, ik ga in bad, maar dat was het dus allemaal nooit. Vanuit de oorsprong van Veleveen, hier, vanuit het midden van de drie kanalen, op de drie verse kanalen die gegraven zijn. Dag mevrouw. Dag. Nog steeds een fietsje. Ja. Leuk hè. Kijk me nou even in het centrum, door die 100 jaar op bestaan. Hoi. Hallo. Hallo. Misschien geeft ze gewoon suppen hier. Wat zijn jullie aan het doen? Heb je daar een diploma voor? Ben je wel verzekerd? Ah, ik kwam met een rij. Oeh, god, dat is bewegelijk, jij dit. Hé, man. Ik heb zeebenen. Oeh. Zijn jullie aan het suppen? Ja, wij gaan suppen. Waarom heet dat suppen? Weet je dat ook? Kijk eens. Heel veel succes. Waarom heet dat suppen? Weet je dat ook? Nee, geen idee. Nee. Nee. Heeft niks met soep te maken of zo? Nee hoor, niks met soep te maken. Nee, dat drijven niet, nee. Op het water? Ja, drijven een soort op het water, van, op een luchtbed. Ja. Ja. Is het luchtbed? Ja, er zit een lucht in. Oh, ik dacht gewoon een surfplank waar ze nee, me zitten. Nee, er zit lucht in. Hij is opgepompte lucht. Oké, okay, kun je het zelf ook dit? Ja, nou een beetje. Ja. Niet zo goed, maar... Kan je nog even voordoen? Wie weet, wie weet. Gewoon proberen toch? Ja hoor. Gewoon proberen. Gewoon proberen, doen hondjes ook. Maar is het niet heel erg... Als ik daar naar kijk, doe ik mijn armen al zie je. Nee hoor, nee, het valt heel erg mee. Oh, nee, ja? Het is voor iedereen op zijn eigen niveau, want je kunt zitten en je kunt staan. En het valt heel erg mee hoe zwaar het is. Oké. Okay. Groningen 1, ja. Ja, ja. Groningen 2. Goeiedag. Snel mijn sigaret uitdoen en zo. Ja. Ja. Ook, ja. Hallo. Mooi, Tedo. Hallo. Oh. Wist je dat is zo waar met Veleveen? We doen ons dit hoor. Ja, ja, ja. Staatsburger. Ja, maar ja, wie ben, het is subtropische temperatuur hier in Veleveen, hè? Maar, ja. Het is wat de summer is, dat is pas 21 juni zo weer. Maar, Nou, dat is hier al 3 weken zo hier. Serieus? Ja. Wel lekker. Mogen gesproken zit ik ook in Keurdebuxen. Ja, maar die is er nooit aan, Tedo. Ja, maar ik had de burgemeester vanochtend, dus moest er een beetje schier op stonden, hè? Oh ja. Etiketten. Burgemeester Velema, komt u maar verder en was wel zo. En, echt? Maar neem de opening down. Ik wist zo degelijk waar. Ik? Ja, zeker. Ja, de moel heb ik altijd een stropdazen voor, maar daar werd me in te warm. Oh. Is het wel mooi met stropdazen zo, hè? Nee. Nee, eigenlijk nooit, zei je, Tedo. Is het wel mooi met stropdazen? Ja, zeker heb ik een stropdazen. Doe eens een stropdazen? Ja. Super. Ik heb echt een stropdazen. Dan krijg ik nou bij mijn kaas een stropdazen aan. Ja, 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 precies. Echt een hele mooie stropdazen. Ja, geweldig. Tedo Zwart, mensen, was het in. Dat is Tedo. Ja. Ik ken een Nederlander, zomaar in Veleveen. Doe ik eens een auto hier, Ruud, zei Ger. Ja, liet me wel wat. Mastki. Diane, zou ik staan, die rode. Ja, ja. Die blauwe, dat is ook een Citroën. Mensen kennen dat, maar we zien het wel. Ja, wel mooi. Dat zijn allere types, hè? Ja, dit is ook een paranoom, maar ik weet niet meer hoe die is. Nee, precies. Wel mooi.
Leuk, hè? Maar wat is er zo mooi in die Mustang dan? Ja, die is van mij. Die is van jou? Daar weet ik wel heel veel van. Oh, van Mustang, daar weet ik heel veel van. Oh, kijk dan. Mustang. Kijk dan, zus dat? Mooi, Mustang is toch vanwege de paarden? Want er zitten paarden in natuurlijk, ja toch? Dat is ook in de grill. Maar ken je het verhaal dan ook, van het verhaal van de Mustang, waarom er een auto is geworden? Waarom is die paardenkracht, weet ik veel. Weet je dat? Nee, dat niet. Nee? Ze hadden toen allemaal van die wat exotische namen, veel van Thunderbird en dat soort dingen. Allemaal een beetje spectaculair. En wat voor jaar hebben we het dan over? Dit is van 1965. 1965? 1965, dus ongeveer 1967. Dus een jaar ouder dan ik, dus die auto is een stuk wijzer dan ik, denk ik. Ja. Kan wel sneller, hè? Hij is ook sneller. Ja. Oh, absoluut. Blijft ook zo, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Consumptie en alles. Ja. Heb je deze zo gekocht of heb je deze laten restaureren? Nee, die heb ik zelf gedaan. Ja, precies. Hoeveel uur heb je er al niet gezeten? 2 jaar ongeveer. Ja, dat kan je niet tellen. Hè? Nee, nee. Maar ongeveer 2 jaar. Maar je hebt snel gedaan. Ja, iedere avond. En hoeveel geld heb je dat dan gekost? Waar gaan we wat centjes in zitten? Het is nog in de guldenstijd. Ik schat zo'n 14.000 gulden ongeveer. Als je heel veel zelf doet, dan scheelt dat natuurlijk. Ja. Maar dat is met alles hoor. Hoe autootje is nu wel, wat is hij nu waard? 60.000? Nee. Ja, 25, 30 denk ik ongeveer. Nee, dat valt de helft. Dat valt wel mee. Ja. Niet, En hoeveel pk heeft deze paard? 200. En hoe zwaar is die? 1400 kilo ongeveer. Oh, dan willen we er wel rap tussen nu. Maar het is een hele dikke motor en dan weinig pk's. Ja, ja. 4,7 liter V8 en dan 200 pk. 4,7 V8. En dan komt er 200 pk uit. En loopt het ook? Wil je het even horen dan? Ja? Ja, dat wil ik ook even horen. Het moet warm worden. Ik heb de microfoon. Ga jij wel, Maaike. High performance. 7 liter ongeveer. Cubic inches, oké. Okay. Ja, cc's hebben ze nog niet zo in Amerika. Nee. Ik roep spekdikken weer. Het is nog niet als december. Ja, maar nee, maar nog een beroer vaak aan denk. Los eens kijken. Ik heb wat van zomaar. Ons werkhaven spekdikken. Mooi. Waarom bak niet nou minder in de zomer spek dik? Dat doet toch in de winter? Ja, om te doen. Ja? Ik ga het doen. Sorry, Jo, misschien kun je ook minder helpen met herder. Nee, dat mij. Maar ik heb toch zo bij mijn zusje. Oh, ja, je hebt zo zwart op de rug, hè? Zwart op de rug. Ik ben zo, ik vind het zo mooi. Ik vind het jammer dat ik geen honger meer heb. Dat verbergt het zwart een beetje. Ja, en je wil zo'n kapje, wil je ook niet. Dus dan kan je ook niet meer ons verder gaan. Dat was charmant, zo'n kapje ook. Ja, zo maar waarom koop je nou, dit soort dingen minder in de zomer? Omdat mensen het heel lekker vinden. En wie van ons willen hebben, binnen voor de alle ambachten te showen. Dus vandoor. Ah, ja. Eigenlijk wel alle ambachten en dat mensen het lekker vinden. En dat mensen het lekker vinden. Ja. Juist. Hoe heette deze? Ik heb er een mooie foto van. Hebben we er heel vast licht? Kiekers. Zo zag het eruit. Daar hebben we dus West. De olle eerappelmeelfabriek in Veleveen. Ja. Nou, die wordt nog net zoveel. Ja. Wie denkt in ieder geval dat het woord Gert, misschien is het Marima Gert, daarachter. Ja, dit is die directeurswoning West. Dat is die woning hier. Dan krijgt die Twot, dat is die Wieke dat er nog over is. En dan is voor die Bult Zaanstad door is, door kiekst eigenlijk richting de schoorsteen zo'n beetje. Nou, dat moet ons van voor. En waarom zeg ik daar? Omdat ze hier
een rode beuk staat, doe je net een rode beuk. Nou, in Akerdoe is mijn zielverleden beuk voor rijkdom en welvaart staan. En nou ja, als je dan directeur aan, of dan rijke boer, dan laat je tegen mijn plan. Precies. Ik gefeliciteerd Veleveen met je 100-jarig verenigingsleven. Ik zeg 100 jaar erbij, daar komen we dan ook weer voor een andere meetup. In welke samenstelling dan ook. Dag. Tot de volgende meetup, Gert. Tot de volgende meetup. Oké, mooi, dankjewel. Doei.